De jongeren zijn eigenlijk bezig met een graffiti-ontwerp, wat ze eigenlijk zelf hebben ontworpen voor de Roparun. Ja, het is eigenlijk een hele proces vooraf gegaan. En daarna zijn we aan de slag gegaan. Gewoon tekeningen, schetsjes, ideetjes, om de jongeren goed te ondersteunen. Daar heb ik een professionele graffiti-spuiter benaderd, Wesley Kempees van Art Collective. Ja, die heeft werkelijk echt wel met hun een beetje bij elkaar gezeten, de ideeën. En er einde gewoon één geheel van gemaakt. Tekeningen laten zien aan mij, aan de jongens. Daar waren ze zeer enthousiast over. En ja, vandaag is de dag dat het eigenlijk wat bespoten op de muur eigenlijk. Jongens uit Almelo, hebben ze een beetje talent? Ja, zeker weten. Ze tonen heel veel initiatief. Dus doordat je gewoon eigen initiatief toont, leer je veel sneller en leer je veel meer. Dus ze zijn de hele dag al bezig, ze willen ook niet stoppen. Dus ja, ze hebben zeker talent. Ja, ja. Wat is het precies? Ja, het is een samenstelling van hun eigen schetsen. Ik heb de schetsen toen mee naar huis genomen en verfijnd een beetje, zeg maar. Dus dat het echt een mooie compositie wordt. En ja, je ziet de finishlijn, je ziet iemand rennen, je ziet de Roparun in graffiti letters tussendoor, je ziet het publiek. Dus het is echt de wedstrijd afgebeeld in graffiti. Dus, ja. Wie werkt er allemaal aan mee? Nou, dat jongen met de witte shirt is Roberto Zorra. De middelste is Cesar. Cesar, ja, de achternaam weet ik niet zo in mijn hoofd. Kelvin Morello. En in het midden is onze, de graffiti spuiter, de professioneel. Wesley Kempees van Art Collective. Dus, ja. Wat vind je van zo'n legale graffiti muur? Ja, eigenlijk wel heel goed. Kijk, die jongens die willen serieus wat leren. Die willen niet per se de adrenaline kick krijgen van de graffiti. Maar die willen echt kunstenaars worden erin. Dus dan is zo'n legale muur echt heel efficiënt voor die jongens. Ja. Dus mooi voor Almelo. Uiteraard, uiteraard. Ja. Ja, de afgelopen maanden stond de kerstman er nog op. Hoe lang blijft de Roparun staan? Ja, ja, ik ga er vanuit misschien 3-4 maanden. We hopen zo lang mogelijk. Nou ja, onze bedoeling is dat we om de 4 maanden even wat moois neerzetten, creëren. En ja, ligt eraan wie het wil doen, waar de behoefte is. Soms kan de vraag van de gemeente komen van hey, kunnen jullie een mooi ontwerp bedenken? Of soms nemen de jongens zelf het initiatief. Maar ik ga vanuit dat het 3-4 maanden dat wat anders komt. Maar dit is een hele mooie tekening waar wij en de jongeren zeker trots op zijn. En ik hoop de mensen omheen ook. En de mensen die aanstaande zondag ook bij de Roparun hier zullen deelnemen. Dus ja, oké. Okay.